Het moment waarop robots even intelligent als mensen zullen zijn, wordt ook wel singulariteit genoemd. Klinkt Star Trek, maar Google-directeur Kurzweil denkt dat dit al binnen 12 jaar kan. Onderzoekers verwachten enorme wetenschappelijke doorbraken, doordat zelflerende robots met artificiële intelligentie, ofwel AI, de mens zullen helpen met genetisch onderzoek, big data, milieuproblematiek en zelfs het oplossen van de meest dodelijke ziekte op aarde, veroudering van de mens. Critici wijzen echter op de mogelijke risico's, zoals het verlies van banen en machtsmisbruik door grootbezitters van robotparken. Arbeidstijdverkorting, spiritualiteit en een basisinkomen worden dan belangrijke onderwerpen. Elon Musk van Tesla waarschuwt zelfs dat robots kunnen leiden tot oorlog en destructie van de mens. Kijk maar naar YouTube-beelden van fabrikanten Boston Dynamics en Hanson Robotics en je ziet nu al intelligente robots met motorische vaardigheden die Robocop en Terminator naar de kroon steken. Maar gelukkig, Dr. Ben Gutschel, AI-pionier, denkt dat het zo vaart niet zal lopen. Hij zegt, misschien komt er juist minder oorlog als we beslissingen aan meer rationele robots overlaten. Zijn standpunt vindt steun, want zijn slimme robot Sophia wist afgelopen kerst via haar eigen internetblockchain binnen 1 minuut wel 36 miljoen euro financiering op te halen voor haar eigen verdere ontwikkeling. Dus, de robots komen en fascinerende tijden breken aan. Ik wens u daarom een super 2018 met veel constructieve dialoog over de grote kansen, maar ook risico's die samenhangen met de belofte van de doorbraak van de robots na de singulariteit.